Meestal ben ik iets vroeger dan de tandartsen. Dus ik zet dus alles klaar, maar de praktijk proper is. Meestal is alles, steriliseer ik alles gedurende de dag zelf. Dus daar heb ik 's morgens verder geen werk niet meer aan. Ik leg alle dossiers klaar. En ik assisteer aan de stoel. En al het werk dat er dus bij komt. Hè. De afspraken vastleggen, ik doe dat volledig. Foto's ontwikkelen, dat is het een beetje. Ik ben Catherine Bien. Ik doe dit werk als standaardassistente sinds 1979, dus 27 jaar. Ik ben begonnen als alleen dus enige assistente en met dat de praktijk gegroeid is, zijn er meer tandartsen bijgekomen. En op het moment zijn we met 6 tandartsen en 3 assistenten. Ja, het eerste wat ik vrij heb is 25 juli. Ik zal u duidelijk opschrijven. Dat moet een week tussen voor het labo. Ik denk dat wij heel veel werk overnemen van de tandartsen, waar zij soms echt wel geen tijd voor kunnen maken, omdat ze anders patiënten moeten afzeggen of patiënten met pijn moeten laten zitten. Het administratieve werk is natuurlijk voor ons afspraken maken, ook afrekenen na de patiënt. Ook de afwas achteraf. En ik denk dat hij wel andere dingen te doen heeft op dat moment. Beter de patiënt helpen. Waar moet je goed in zijn? Je moet stressbestendig zijn vooral. Want er komt toch wel... Het is een heel drukke job, maar een hele plezierige job. Je moet dus vriendelijk zijn, sociaal. Je moet altijd de mensen met een glimlach ontvangen. Ze geruststellen vooral, want de meesten hebben heel veel schrik om naar de tandarts te komen. En dan ook de tijd tegenwoordig brengt met zich mee dat patiënten heel veel eisend worden. Dus liefst vandaag geholpen, dat is zo de trend. Dus dan moeten we ook kalm blijven, vriendelijk blijven tegen de patiënten. Soms ook niet altijd gemakkelijk, maar ja, dat hoort erbij. Dat is bij iedere job zo, klant is koning. Qua kostprijzen en zo verder, dus wat we juist gemaakt hebben. Hallo, met de tandartspraktijk. Ah ja, en vanaf hoe laat kan het? Het moeilijkst is soms het stressbeheer, vind ik zelf. Dat soms hier buiten gaan en even stoom aflaten, want dat is soms toch wel heel stressig. Ja. Een minpunt vind ik de lange werkuren. Want een tandarts werkt toch meestal, zoals een arts ook, later naar de avonduren toe. Bij ons is dat tot 7 uur. En dat is wel... Maar omdat ik zo graag doe, neem ik dat erbij. Het is heel afwisselend werk, doordat we niet alle dagen hetzelfde doen. Contact met de patiënten is ook wel fijn. Dat is zeker een toffe job voor onder de mensen te blijven en voor afwisselend werk te doen.